Alex Pastoor, gefeliciteerd met je nieuwe baan bij Sparta. Dank je wel. Maar dan gelijk even in het diepe. Heb je al enig idee waar je aan begint? Nou, ook in Noord-Holland sijpelen er wel eens berichten door. Dus in theorie weet ik het wel. In de praktijk ga ik daar vanzelf achter komen, denk ik. Je bent een man die een uitdaging niet uit de weg gaat. Maar dit is er wel eentje. Hè? 18e trainer sinds de eeuwwisseling. Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant, toen ik nog geen trainer was, maar het wel wilde worden, toen dacht ik altijd van... Ja, als ze aan je poten willen zagen, dan gaan ze dat toch wel doen. Als ze je eruit willen hebben, dan ga je eruit. En volgens mij is dat recentelijk ook wel gebleken. Dus als ik mijn aandacht daarop moet richten, dan blijft er voor het echte werk niet zoveel over. Dus dat moesten we maar niet doen. Wie heeft jou overtuigd om voor Sparta te kiezen? Niemand. Nee, dat was niet nodig. Het ging meer over de inhoud van de gesprekken en de afspraken die we gemaakt hebben. En wat ik zei, ik vind Sparta een mooie club, een mooie traditie. Dat is één. In Rotterdam ben ik voor gevallen. Fijne mentaliteit, hard maar fair. Niet om de hete brei heen draaien. Nee, ik vind het prettig gewoon om in het voetbal te werken. En, dat is voor mij een grote drijfveer, dat ik voldoening uit mijn werk haal en dat hoop ik weer te vinden. Je schetst de pluspunten van Sparta, de minpunten zijn er ook. De ene hebben we al benoemd, de trainerskerkhof, maar ook Maarden nummer 7 van de eerste divisie. Niet een geweldige selectie, toch kies jij voor die club? Nou weet je, wat ik zei, ik wil voldoening uit mijn werk halen. Nou, ga ergens kijken en je weet voldoende plus- en minpunten op te noemen. Dat zal voor elke club gelden, dus dat geldt ook voor Sparta. Jouw functie als trainer is heel simpel. Het optimale uit elke speler halen. Eigenlijk uit elk personeelslid dat rondom het team werkt. En ook uit het collectief zoveel mogelijk punten halen. Dus dat is wat ik ga proberen. Als donkere wolk boven de club hangt natuurlijk altijd het feit dat er gepromoveerd moet worden. Al is die druk misschien dit jaar iets minder groot dan andere jaren. Maar toch, wat stel jij jezelf en je ploeg ten doel? Toch die promotie? Nou, het zou natuurlijk aan de ene kant heel gek zijn als je zegt van... laten we gewoon eens de komende anderhalf jaar waarin ik een contract heb... ergens in de middenmoot bivakkeren. Dat zou natuurlijk een absurde uitspraak zijn. Aan de andere kant, ik weet niet precies wat ik moet verwachten van de competitie en van de spelersgroep. Dus dat betekent dat ik het beste zo verwoord probeer elke wedstrijd te winnen, zoveel mogelijk punten verzamelen. En er gaandeweg achter komen, doordat je de spelers leert kennen, in welke richting moeten we eigenlijk het meeste energie steken om die ploeg verder te ontwikkelen. Dat kan zijn tactisch, dat kan zijn mentaal, dat kan zijn in het samenwerken of in het verdedigen of in het aanvallen. Daar moet ik echt achter gaan komen. Als je kijkt naar de stand, dan zie je dat de achterstand te groot is om nog over rechtstreeks de promotie na te denken. Dat zou dan via de play-offs moeten gebeuren. Ben jij een trainer die dan misschien kan toewerken naar een play-offs toe? Dat is een beetje moeilijk om te zeggen. Kijk, op het moment dat je in je ploeg iets krijgt dat de kenmerken heeft van samenwerken, hè, een verbinding met elkaar hebben, voor elkaar veel werk willen doen, ook lol hebben met elkaar en er af en toe een bal inschieten, dan heb je allemaal dingen op basis waarvan je wedstrijden kunt winnen. Op het moment dat dat gebeurt, dan weet je ook, als er een situatie ontstaat waarin vooral gewonnen wordt en af en toe gelijk gespeeld en zelden verloren wordt, dat geeft spelers vertrouwen, dat geeft ook trainers vertrouwen. En op het moment dat dat gebeurt, dan weet je maar nooit wat er in play-offs kan gebeuren. Het bijzondere was wel vorig seizoen bij Sparta, alles verliezen in de tweede seizoenshelft en toch hele acceptabele play-offs spelen. Dus ja. Voorspelbaar is het natuurlijk nooit. Nou ja, het was op een HNA, laten we eerlijk blijven. En dat is ook het leuke van play-offs, dat is ook datgene waar je op moet voorbereiden. Of dat nou competitie is, of beker, of play-offs, wat je als sportman in je moet krijgen en daarin kunnen de meeste profs nog echt wel wat leren. Is dat het uiteindelijk om winnen draait. We kunnen alle dingen er tegenaan verzinnen die dat zeg maar ten positieve bewerkstelligen moeten. Maar dat moet je van huis uit ook meenemen. En ook leren winnen, dat kun je ook trainen. Ook dat komt op de training naar voren. Op het moment dat je dat niet kunt, dan maakt het eigenlijk ook niet meer uit wat voor wedstrijd het is, competitie of beker of play-offs. Dan ga je ze niet winnen.
Je houdt van de Rotterdamse directheid. Nou, daar komt er een. Waarom ga jij niet aan de slag met Peter van den Berg en John de Wolf? Nou, omdat het bestuur anders heeft besloten. Is niet jouw keuze dus? Nee. Had jij het wel gewild? Nou, zowel over hun als mogelijke nieuwkomers. Zolang ik niet met ze gewerkt heb, kan ik er ook geen oordeel over geven. Dus dat is voor mij niet om te zeggen. Het had jou geen probleem geleken? Jij past je makkelijk aan. Nou, ik stel wel bepaalde eisen aan bepaalde vaardigheden of eigenschappen. Die kan ik onmogelijk van tevoren inschatten. Wat heb jij Sparta geëist, waardoor je toch ja hebt gezegd? Wat heb jij Sparta geëist? Wat ik van Sparta geëist heb? Behalve een fatsoenlijk salaris. Ik heb niet zoveel geëist. Ik wil graag dat we het inhoudelijk over dezelfde dingen hadden. Dat er faciliteiten zijn waarin je kunt werken. En op het moment dat die dicht bij elkaar komen, dan kom je daaruit. En eisenpakket, dat heb ik niet of nauwelijks gehad. Michael Reiziger wordt jouw assistent. Is dat de enige assistent? Of zeg jij, nee, ik ben een trainer die meer mensen naast me moet hebben? Ik weet nog niet hoe de staf eruit gaat zien. We hebben net gesproken. De inhoud ervan die blijft nog even in die kamer. Het is wel zo dat op het moment dat je met iemand gaat werken die je kent, dat maakt het aan de ene kant makkelijker. Aan de andere kant wil ik dat ook nooit al te veel. Eentje ernaast is altijd prettig. Als dat anders zou moeten door de omstandigheden, dan is dat iets waar je altijd nee kan tegen kan zeggen, maar dat doe ik eigenlijk nooit zo snel. Maar jouw ideaal plaatje, is dat 1 of 2 assistenten? Of 3? Je ideaal plaatje stem je een beetje af ook hoe je selectie is. Kijk, soms kom je bij een club waarbij je, ik noem maar wat, met 18 mensen werkt. Je komt ook wel eens bij een club waarbij je met 30 mensen gaat werken, omdat het belofteteam erbij in zit. Ja, als je met z'n tweeën 32 mensen wilt gaan bedienen, dat gaat gewoon niet lukken. Met z'n tweeën 18 bedienen, dat gaat al prima. Nou, zit het ertussenin, dan is 3 of zelfs 4 is veel idealer. En op het moment dat je ook individuele ontwikkeling bij spelers wilt prikkelen, dan heb je gewoon handjes nodig. Dus ik vind dat wat dat betreft kwaliteit voor kwantiteit gaat. Heb jij zoiets van, je net noemde het al even, een bekend iemand naast je is lekker. Dan denk ik gelijk aan John Lammers, John Dal Thomasson. Dat zijn allemaal mensen die jij goed kent. Heb jij zo'n naam laten vallen? Er zijn natuurlijk wel meer jongens die ik ken, waar ik of al mee getraind heb. Want dat is natuurlijk het belangrijkste criterium. En als dat niet zo is of ik ermee gespeeld heb, of dat ik ze misschien privé ken. Maar daarin ben ik niet leidend. Ik bedoel, een trainer blijkt in de praktijk toch, ook al blijft hij zelfs 3 jaar, een passant. En dus moet de club dat vooral goed vinden. Je kunt je ook op het standpunt stellen van ik eis mijn gehele eigen staf mee. En dan kan een club ook ja of nee zeggen. Ja, zo zit ik er niet in. Ik probeer te kijken wat het meest ideaal is, maar ook wat praktisch en haalbaar is. Wat heeft Leo Beenakker, de bestuurslid technische zaken, je toegezegd qua nieuwe spelers? Gaat hij voor jou de boer op? De spelersgroep is natuurlijk een van de belangrijkste dingen om resultaat te halen. En nogmaals, ik ken de groep niet zo goed, dus dat moet ik afwachten. Ik moet ze leren kennen. Ik zie ze wel eens voetballen. Maar dat is dat. Op het moment dat ik de mensen wat beter leer kennen, dan kan ik ook wat beter beoordelen of hun plafond al bereikt is, etcetera, etcetera. En dan kunnen we ook nog eens kijken of daar andere spelers bij kunnen komen. Maar... Dus jij gaat eerst trainen en dan pas aangeven dat je er iemand bij wil? Ja, maar ik vind ook, kijk, Leo en Dolf, die kunnen daar natuurlijk prima wat over zeggen. Als zij iets vinden, dan en ik weet daar wat van, geef ik ook mijn mening. Als ik er nog niks van weet, dan zeg ik, beslis het maar. Wat voor voetbal sta jij voor? Sparta beschikt over een bepaalde selectie. Die hebben bijvoorbeeld Gladon en Voskamp in 1 groep. Zijn dat mensen die samen uit de voeten kunnen? Of zeg je, nee, ik kies voor een systeem en kies voor 1 van de 2? Ja, ik heb wel altijd zoiets dat de kwaliteit van de spelers, die moet bepalen wat de beste strategie uiteindelijk is. En niet de trainer die een bepaald plannetje in zijn hoofd heeft met een hele aparte veldbezetting of zo. Dat,
Dat zie ik eerder andersom. Of bepaalde spelers met elkaar kunnen voetballen, dat moet in de praktijk altijd blijken. Wat veel belangrijker is, is dat spelers zijn gewoon een onderdeel van een totale selectie. Kunnen deel uitmaken van de eerste elf, maar daar ook buiten vallen. En ieder zal zijn rol moeten accepteren die hij toebedeeld krijgt. En op het moment dat lukt, dan maakt het uiteindelijk niet zoveel meer uit met wie je dat doet. Maar jij laat je hier vanmiddag niet vastpinnen op 4-4-2 of 4-3-3 bijvoorbeeld? Nee. Dat laat je echt afhangen van wat jij aantreft als je gaat trainen? Ja, eigenlijk wel. Ja, ik ben ook wel eens begonnen met iets waarbij het er hartstikke ideaal uitzag. En dan raak ik bijvoorbeeld in een voorbereidingsperiode iemand geblesseerd of zelfs twee spelers. Ja, dat is natuurlijk heel vervelend, want als die in jouw favoriete basiself staan of zelfs de betere spelers zijn en doen niet mee, dan begin je eigenlijk aan een heel nieuw verhaal waarbij misschien wel een nieuwe veldbezetting veel beter is. Nu traint Sparta nog een paar keer voor de winterstop. Er wordt nog één keer gespeeld tegen Eindhoven zaterdagavond. Zijn dat momenten waar jij bij gaat zijn? Nee. In zo'n situatie met dit soort wisselingen, dat zijn hele gevoelige dingen ook. En ik ben wel duidelijk aan het werk, want anders was ik hier niet geweest. Maar het kasteel is mijn domein op dit moment niet. Dat is het vanaf 1 januari. En niet eerder, of er moet een bespreking zijn, maar dan wel in de vakantie. Dus vanaf 5 januari, dat zal waarschijnlijk de eerste trainingsdag zijn, als ik zo even de kalender in mijn hoofd heb. Dan pas ga je echt met Sparta aan de slag. Nee, want kijk, we zijn nu al bepaalde dingen aan het bespreken. Er komt een trainingskamp aan. Nou, hoe vullen we dat in? Oefenen we? Tegen wie oefenen we? Hoeveel mensen gaan er mee? Etcetera, etcetera. Dus dat is begin januari. Maar dat is wel daadwerkelijk eerste werk met de spelers. Het is wel lekker. Ik bedoel, Sparta is geen hele rijke club. Maar dat ze toch in staat zijn om naar het buitenland te gaan. Dat komt jou denk ik ook niet slecht uit. Een week lang die ploeg gewoon hebben daar waar je ze hebben wil. Ja, want je hebt het ook over de mensen leren kennen. Ik bedoel, het blijft wel het mensenwerk, dus dat heb ik ook graag. En daar heb je in een trainingskamp echt alle gelegenheid toe. Dan kun je echt letterlijk 24 uur over ze beschikken. En ik ga vaak wel goed met spelers om, maar om s'avonds ook met ze om tafel te gaan zitten, dat lijkt wat overdreven. Ik heb die trainingskamp ook wel eens meegemaakt. Zo in zo'n hotel. In een trainingskamp wel, maar ik bedoel, normaal gesproken doe je dat niet. Dat je bij mensen naar huis gaat of je nodigt ze bij jou thuis uit. En daar is een trainingskamp zo mooi voor je. S'avonds aan de bar na het eten, even een gesprekje met die, even een gesprekje met die. Dat komt denk ik wel goed uit. Ja, dat komt hartstikke goed uit, zeker. Wat is jouw eerste herinnering aan Sparta? Is dat 16 mei 2010? Je zou haar zeggen, don't mention the war. Maar nou, ik heb natuurlijk, mijn eerste herinneringen zijn dat ik zelf nog voetbalde. En ik heb volgens mij in mijn carrière in Nederland één rode kaart gehad. En dat was op het oude kasteel, twee keer geel. Terecht. We wonnen er nooit zo vaak. Maar we hebben één keer wel heel mooi met Volendam gewonnen. Waarbij ik een doelpunt van Frank Berghuis voorbereidde met mijn hak in de lucht. Dat zijn herinneringen die bij mij boven komen. Vriendin van ons, van ons gezin, is de dochter van Hans Eikenbroek. En die stuurde een foto van Eik door uit de jaren van Sparta. Dus die staat nu in mijn telefoon. Ja, dat vind ik wel heel erg leuke en waardevolle dingen. Omdat ik Eik goed ken en met hem gewerkt heb. En ja, hele fijne kerel vond. Ga ik toch even door op die 16 mei 2010. De kenners weten al lang natuurlijk. Excelsior promoveert op het kasteel. Alex Pastoor gaat op de schouders. Ik denk dat misschien wel het hoogtepunt in je trainerscarrière is? Dat kan je wel zo zeggen. Ik moet zeggen dat toen we het jaar erop in de Eredivisie beleven, dat was natuurlijk ook een fantastische prestatie. En de play-offs halen met NEC vond ik ook een fantastische prestatie. Als je op het moment dat je optimaal presteert, dan kan dat ook wel eens iets zijn wat eigenlijk buiten de schijnwerpers blijft. Je kunt er niet omheen dat was een prijs. Maar de manier waarop het ging, dat was natuurlijk ook iets om echt nooit te vergeten.
het heeft wel aangegeven, die 16e mei, als je daar even naar terug gaat in je gedachten, dat stadion, er hoeft maar iets te gebeuren, of het kolkt daar, er zitten daar 11.000 mensen die allemaal willen dat Sparta een wedstrijd wint. Dus het is een, hoe noem je dat, een heel kort lontje in een kruidvat en dat bedoel ik dan positief. Je zou zomaar iets kunnen bewerkstelligen. Knakendagje en het zit weer vol. Ja, nou, kijk, dat zijn natuurlijk ook goede tekens. Het is, er moet altijd, vind ik, een bepaald optimisme heersen. Ergens wil je een succes halen. Nou, op het moment dat dat zo is, dan kun je dat zomaar ook gaan halen. En aan de andere kant, sommige dingen moeten ook een beetje reëel blijven. Hè. Je kunt een aap niet leren vliegen. Maar het is wel zo dat op het moment, dat bedoelde ik eigenlijk net te zeggen, als spelers een verbinding met elkaar hebben en hun rol accepteren, dan kun je echt een heel eind komen. En ik denk dat dat ook iets teweeg kan brengen waardoor het geluk ook wel eens wat sneller jouw kant op komt. En nou, laten we maar hopen dat ons dat lukt. Ik ga er in ieder geval keihard voor werken en dan aan het einde van de rit zien we wel waar het eindigt. Een trainer van Sparta wordt ook geacht natuurlijk op zaterdag opnieuw te Brugge rond te gaan kijken. Hè? Jeugdopleiding, levensader, het is een bekend verhaal. Realiseer je dat? Ja, tuurlijk. Ik ben er een groot voorstander van om talenten eigenlijk zo snel als het mogelijk is naar voren te brengen. En het liefst ook van Nederlandse bodem. Dat is hartstikke goed voor het Nederlandse voetbal, want ja, we zijn toch een opleidingsland. En zeker bij een opleiding als Sparta. Maar ook die van Excelsior en Feyenoord. Wat dat betreft staat Rotterdam bol van het talent. En als je ze verder wilt brengen, dan zul je ze toch moeten laten spelen. Want het is de enige manier waarop je erachter komt of ze het aankunnen, ja of nee. We hebben het over je periode bij Excelsior gehad. Succesvol, daarna NEC, Slavia Praag. AZ, en dan blijft AZ natuurlijk het laatst bij ons hangen, want dat is het laatste wat er is gebeurd. Je was er als hoofdtrainer, als opvolger van Van Basten, en je was er ineens niet meer. Heeft dat jou een enorme deuk in je imago laten oplopen? Nee, want dat is wel ten goede door de realiteit gekeerd. Maar dat heeft wel behoorlijk wat met me gedaan. Dat kun je wel zo stellen, ja. Heb je dat veranderd? Sta je er anders in deze voetbalwereld, deze asociale voetbalwereld? Nou, niet zozeer anders, want je bent natuurlijk wel het nodige gewend. Niet op dit niveau, hoor, moet ik zeggen. Dat was ik nog niet gewend. Maar je hebt geprobeerd het wel te gebruiken om ervan van te leren. En dat kan op het moment dat je ook vindt dat je niet zelf schuldig bent aan dingen. Dan moet je wel jezelf altijd de spiegel voorhouden. Dan moet ik in sommige situaties misschien dingen wat anders doen. Nou, en ik heb besloten om vooral bij mezelf te blijven en niet met de stroom mee te drijven. En dat wil niet zeggen dat ik alles goed heb gedaan. Laat dat ook heel duidelijk zijn. Maar ik ga wel er alvast vanuit dat ik af en toe wel met iemand met voorhoofd tegen elkaar ga staan. Nou, en dan zijn we eigenlijk weer terug bij het begin. En wat dat betreft vind ik mijn relatie met Simon Kelder wel een goeie. We waren het lang niet altijd met elkaar eens, maar we konden dat prima van elkaar verdragen. En dat bracht uiteindelijk ook het beste in ons beiden naar boven. Niemand heeft het er meer over, want Van der Brom doet het goed, Van Basten heeft zijn plek gevonden. Maar doet het toch nog, knaagt het nog bij jou dat het zo gegaan is? Dat is een teleurstelling en dat zal het blijven. Maar wat ik net al zei, weet je, het is nu geweest. En op het moment dat ik daar elke keer weer op terug ga komen, laat staan in de publiciteit. Ja, daar knap ik zelf niet van op en ik zou niet weten wie wel. Is er een beetje in Alex Pastoor wat nog steeds rancuneus is daardoor? En die rancune kan je gebruiken als drijfveer bij Sparta? Nee, zo zie ik dat helemaal niet. Nee, want dat zou ik Sparta mee tekort doen. Dan zou ik Sparta als een wond zien en AZ als een pleister gebruiken. En zo zie ik dat helemaal niet. Heb je er zin in? Ja, ik heb er wel zin in. Anders had ik het niet gedaan. Is dat het? Is dat van doorslaggevend belang? Dat je er zin in moet hebben? Ja, dat is van groot belang. Wat ik zei, ik vind het leuk om met voetbal bezig te zijn. Ik vind het leuk om op veld te staan, om met mensen te werken. Ik had gemakkelijk kunnen zeggen, ik wacht gewoon nog even een tijdje, een paar maanden of zelfs langer. Ik houd me met allerlei andere dingen buiten het voetbal ook bezig. Zou ik ook prima mijn beroep van kunnen maken. En voetbal vind ik eenmaal tot nu toe het leukste wat er is. En dat is precies de reden waarom ik het gedaan heb. Want een jaar geleden zei je nee tegen Sparta en toen werd het uiteindelijk Gert Kruis op het kasteel.
Nou ja, dat geeft ook wel aan. Dat, ik ben ook niet iemand die heigerig overal achteraan loopt en belt. Dat doe ik dan weer niet. Dus je hebt wel een bepaalde kieskeurigheid ontwikkel je. Waarom nu wel en toen dan niet? Dat is nog maar 365 dagen geleden. Ja, het gaat vooral om jezelf. Hè. Ik was er op dat moment zelf niet aan toe. En dat deed voor de rest niets af aan het verhaal wat ik van Sparta hoorde. Jij bent een man die niet altijd naar de ranglijst kijkt, maar vaak ook het proces in de gaten houdt. Als we na het seizoen klaar hebben, stel dat Sparta die play-offs haalt. Ben je dan alleen tevreden als die play-offs gewonnen zijn en je de Eredivisie staat? Of kan je ook tevreden zijn met minder, maar dat het proces bevredigend heeft gewerkt? Dat is een beetje een gewetensvraag. Je kunt denk ik het beste gewoon het resultaat halen en dan achteraf wat dingen benoemen waarvan je zegt, nou, dat hadden we misschien wel wat anders kunnen doen. En vaak dus beter. Maar het kan ook zijn dat je dat je echt het optimale eruit gehaald hebt en dat een tegenstander beter is. Ik bedoel, daar moet je ook dan reëel in zijn. Dus het is wat dat betreft wel een beetje moeilijk antwoord geven op de vraag. Ik denk dat je het beste kunt zeggen. Ik probeer gewoon het optimale uit deze groep, uit elk individu te halen. En welke plaats dat is, ja, dat zie je dan wel. Lijkt me wel moeilijk om midden in het seizoen in te stappen, dat lijkt me dan wel. Ja, dat is het. Ik bedoel, daar hadden we het net over. Je moet de jongens leren kennen, je moet de staf leren kennen, je moet mensen in de club leren kennen. De omstandigheden leren kennen. Dat zijn allemaal dingen, daar neem je liever een wat langere aanloop voor. Nou, daar heb ik niet voor gekozen. Moet je maar spiegelen aan Marinus Dijkhuizen? In welk opzicht? Nou ja, die stapt ook halverwege in en die speelt nu Eredivisie. Ja, nou, dat zou natuurlijk dat is wat dat betreft een prima voorbeeld. Ja. Komen we toch bij Excelsior uit, hè? Ja, maar dat is niet vervelend. En bij Marinus uitkomen is ook niet vervelend. Welkom terug in Rotterdam. Dankjewel.